Ken je dit geluid nog? Voor deze jongen uit Almere, de plek met het snelste internet in Nederland, is dat ondenkbaar. Internet dat via de vaste telefoonlijn ging. Want wist je dat het op 17 november 2018, precies 30 jaar geleden is, dat Nederland als eerste land in Europa werd aangesloten op het publieke internet? Dat gebeurde hier in Amsterdam, bij het Centrum Wiskunde en Informatica. Dit was mijn kamer in november 88. Ik zat met een collega te werken en een klop aan de deur was Piet Beertema. En ik wist dat de internet zou komen en hij zei van, de internet doet het. En dus ik ging meteen inloggen op een computer in New York. En hij deed het en ik zei van, ja, hij doet het, leuk, dankjewel. En zodoende was ik een van de eerste personen in Europa op de publieke internet. Op het CWI waren ze al langer bezig met ontwikkelingen rondom Europese netwerken. Een van deze wetenschappers is Teus Hagen. We staan hier in de hal, hier in deze gang. Daar gebeurde het. Het eerste internet was, behalve dan voor wetenschappers, ook voor wetenschappelijke instituten, overal in de wereld. Alleen een ontmoeting op conferenties was niet genoeg. We wilden meer en vaker met elkaar communiceren. We spreken over de begin jaren 80 met de flower power periode, waarbij gegevens en diensten vrij uitgewisseld worden. En de technologie die we voor internet nodig hadden in die periode werd ook vrij uitgewisseld. Privacy en veiligheid komt eigenlijk op de tweede plaats in de ontwikkelingstijd. Dat is jammer. Als we hadden geweten dat privacy en internetveiligheid, hacking, zo'n grote rol ging spelen, dan hadden we het gegarandeerd anders aangepakt. Nou, dat was heel leuk in die tijden, want we hadden echt faciliteiten om u tegen te zeggen van de beste computers in de wereld. We konden echt heel veel leuke dingen doen. En we hadden vrijheid om dingen uit te zoeken. We deden nieuwe dingen, dat wisten we. Dat was een heel spannende tijd. Nederland was na Amerika het tweede land ter wereld dat werd aangesloten op het publieke internet. Maar dat was niet het enige. Via het CWI werden ook .nl domeinnamen geregistreerd. En toen werd het World Wide Web ontwikkeld. De techniek was geboren waarmee vanaf 1991 een breder publiek het internet kon gebruiken. Stephen Pemberton was medeontwikkelaar van HTML, de code waar nu meer dan 1 miljard websites op werken. Omdat de eerste internetknooppunt was hier, dat heeft uitgegroeid ieder jaar, verdubbeld. En is nu de grootste en snelste internetknooppunt ter wereld. En daardoor willen heel veel bedrijven hier dichtbij staan om dichtbij die snelle internetknooppunt te zijn. Het internet kent op dit moment wereldwijd 4 miljard gebruikers die gemiddeld 6 uur per dag online zijn. Niemand kan zich meer een leven zonder internet voorstellen. Ik ben trots op het idee dat hier de eerste aansluiting was. Want er was iemand die dacht van, dat moeten we doen en dat hebben we gedaan. En daardoor hebben we heel veel nieuwe dingen kunnen ontwikkelen. Achteraf gezien een historisch moment dat we toen niet beseften. Ja, absoluut fantastisch om gedaan te hebben.